Rockstar is een soort van partyband met een vrouw. Wij brengen covers die niet de typische klassieke I Will Survive, Paradise by the Dashboard Light, die dingen dat doen we niet. Maar we proberen echt leuke, dansbare covers te brengen. Bump Up the Jam, Show Me Love, Rhythm is a Dancer, Moloko. Allee, eigenlijk een beetje het gevoel als ik op een feestje sta. Ah ja, ken je nog dat liedje dat dat nu aan het spelen is? Dat is eigenlijk het ding dat wij doen. Let's kick it, boys! Come on! Rockstar is één gegeven. Iedereen is hetzelfde waard in de groep. Maar omdat ik natuurlijk een bekende kop heb, zullen de mensen dat altijd wel blijven zien als Roxanne in de groep. Ik ben het gezicht van de groep, maar muzikaal is vooral Kurt Lelièvre, de drummer, de baas. Rockstar is op deze moment in mijn leven toch wel het belangrijkste. Ik heb al heel veel wegen uitgeslaan en gedaan en zo. En dat is allemaal super fijn. En ik heb een fantastische tijd gehad de laatste 10 jaar. Gelijk die Eurosongs, dat was voor mij, ik bedoel, dat is een once in a lifetime. Ja, ik zie dat echt als een leerschool. Elke stap die je zet en alles wat je doet. En het is jammer dat de mensen nu nogal vrij snel in een hokje steken. Ja, die zien alleen maar die foto's en die zien alleen maar Eurosong en die zien alleen maar dat pakje dat ik toen aan had. En die zien niet verder dan. Ah ja, eigenlijk zouden we misschien eens op een zondagavond eens naar een optreden moeten gaan zien van Rockstar, want volgens mij is dat toch wel heel goed. Ik vind het niet erg dat de mensen mij nog zien als een babe. Ik denk wel dat het al wel wat verminderd is. Maar ik heb eigenlijk op die 10 jaar tijd ook niet zo overdreven veel fotoshoots gedaan. Het jammer van het verhaal is, doordat ik er zo weinig gedaan heb, als ik er dan een doe, dan valt dat wel keihard op. Het is gewoon dat ik altijd al gefocust ben gebleven op muziek. Van de eerste dag dat ik geboren ben tot nu. Dat is altijd zo geweest. Maar je doet gewoon af en toe, ja, je pakt eens een zijwegjesken en die heb ik ook genomen. En het zijn die dingen die jammer genoeg de mensen onthouden. En die muziek die valt dan op de achtergrond. En ik vind dat zeer jammer. Maar ik hoop dat ik dat dan met Rockstar kan rechtzetten elke keer opnieuw. Als ze mij vragen van wat is uw beroep, ik vind dat een heel moeilijke vraag om... Allee, dat is geen moeilijke vraag om te beantwoorden, maar dat is gewoon heel raar om te moeten zeggen, ja, ik ben een zangeres. Ik geef er altijd wel zo'n draai aan op een cynische, grappige manier. Maar eigenlijk moet ik daar heel fier op zijn dat ik het gewoon kan doen, dat ik mijn ding kan doen. Dus ik ben een zangeres. En geen model.